Welkom bij het Scootsiejournaal vanuit Jennewaard, het plak dat de geschiedenis van de Scootsiesielerij samen mooi vertelt. Joet, hebben het over originaliteit. Hoe authentiek moet een scootsje eens wezen? In 1980 werd de originaliteitscommissie oprichten. Wij willen als schippers alles uit de kannen halen. Zo veel mogelijk snelheid uit het schip halen. En dat werd wel eens rentro als in de tijdscommissie, dat je denkt van ja. En achterover weet je zelf ook wel dat je soms wel eens een beetje te ver ging. Ja, en dan wil je wel eens dan. En hoe origineel valkjes binnen, dat weet ik al eens net. Maar een soort willen jou ze wel. Wist wat de vrede moet schippen? Leg ik nu maar even net doen. Ik denk dat dat het beste is. En je hoort twee gasten die het net meer actief binnen bij het Scootsiesiel. Sippy Tichelaar, ze wie onderdeel van het illustere duo Tichelaar Jansma, welkom. En Dirk-Jan Rijenga, oud-skipper van het Scootsje van de Jouwer, alweer hier skipperwest en in 2000 zandjen ophouden. Welkom. Sippy, als verslagjouwer bist al 8 jaar uit deze branche, zeg maar. Voor de skippers is het nou een hut gelag. Kist hun grijs stellen, valt het daar? Even geen Scootsiesiel? Nou, maar dat is wel een heel groot verschil. Als ik ophoor als verslagjouwer of je hoort op als scootjeskipper. En ik bemanning natuurlijk. Die hebben haar zo ingesteld op zo'n ier dat ze lekker zielen kennen en dan gebeurt dit. Nou, nee, ik kan hun helemaal net grijs stellen. Want ze hebben nog een wedstrijdje hopelijk. Hè? Een weekendwedstrijdje. En misschien nog een beetje meer. Maar verder weten we nog niks. Nee. En dat is wel heel onzeker. Ja, begrut het die om. Ja, griezelig. Ja. Dirk-Jan, daar wist ik al even in resten. Dost eigenlijk nog wat mijn scootsje ziel? Nee, helemaal niks. Nee, helemaal ik volg niks. Je het van afstand en dat is ik het enige. Ja. Hoe is dat mogelijk als je al vier skipperwest hebt, je hide het skipperwest? Ja, dat is in het begin even een oude kikken. Je broer? Ja, in het begin even een oude kikken. En we hebben nou wel het leventje voen dat die vrije tijd die dat nou echt een meisje mij brengt, toch ik wel heel erg lekker is. Ja. Zit het dan net echt saai in het bloed? Nou ja, blijkbaar zit het er vol, maar hebben we het nou even een plakje, denk ik. Ja, want hij is de kampioenwest in 2015. Ja, absoluut. Dus we kennen het, we romsen op een prachtig mooie zielcarrière. En nou is het even tijd voor oordelingen. Ja, even over de geschiedenis van Jim. Want we hebben hier, ik even over Han. Hoe zit dat nou met die Rijenga? Wist ook het verhaal, Sippy? Hoe bedoel je dat? Nou, maar Jelle Rijenga, hoe die in dat scootjesielenkamer is? Nou, Jelle wie natuurlijk al jarenlang weer die bemanningslid op het Lemster scootje. En dat wie ik was zo'n mooi duo met Martin Koehoorn, Martin Koekje. Hè? Ja. Die twee die jaren echt op dat Lemster scootje. En toen is hij op een gegeven moment dus skipper worden. Ja. En dat accepteerde de Floor eerst net zo. Want dat wie net in een uitpunt direct skipperslaag. Hij kwam net uit een skipperslaag. Nee. Maar ja, dat heeft hij natuurlijk letterlijk wel bewezen dat hij een hele goede skipper is. Ik lees ergens in een interview daar of een artikel erover dat een van de meters zei van ja, nou is het een timmerman op het helm, houdt aan, zit de slachter er ik nog aan. Oon. Hoe wie dat bij hem thuis? Wist dat nog? Nou, in theorie hier dat ik ken vanzelf. Ja, natuurlijk. maar dat regeltje wat toen niet voert is. Maar achteraf hebben we wel uitzacht dat dus hij wel uit een skipperslaag komt. Wij komen binnen familie. Die op dat van moment nog net bekend, nou, maar letter wel. Op dat moment net, nee, inderdaad. En letter heb ik besluiten dat het van memmes kant ik tasting is. Ja. En mijn beppe, de mem van dus hij is geboren om een scootsje. Ja. Dus letter is dat wel aardig rugtrokken. Maar in de tijd dat de skipper worden, ja, toen is de skipper worden op het regeltje van zoveel hier bemanningslid. Ja, dan mochtest Den Haai op de Jouwer. Hè? Wist hest alweer hier skipperwest. Wist hij in de buurt nog? Hoe dat wie? De buurt is altijd op Grauwe zelf. Ja, maar hoe dat wie? Ja, super spannend. Ja, want dan komt er wel even wat op jou. En dan kan je nog zoveel trainen in het voorseizoen. Maar als je dan voor het echtje moet op de eerste wedstrijd, dan is dat wel. Wat is van die height leert? Nou ja, vooral rust op broer. Ah. En dat lukt net altijd. Net gekmaatje litten. Nee, want er gebeurt een hele hoop om die heen. Ja. Maar hoe zie je zo nice aan jong? Ik heb altijd een geweldig soort respect voor een meisje die dan op zijn scootje stappen als skipper. Hè? Want de bist net alleen nog maar skipper, maar dan maast ik de lering aan want zo'n hele groep. Ik na de wedstrijd en voor de wedstrijd. Ja, ik vind het geweldig dat je dat door.
Ik heb als jet, en ik weet dat het bij ik zei, is een signskip is wel eens van het allerminste het tijdstip is eigenlijk tussen 12 en 2. Of tussen 1 en 2. Dat is zo'n spannende situatie van wat mat ik mooi tuig, wat doen we dit, doen we het net. Sommige kinderen helemaal niet eten, hoe wie dat mee deed. Nou ja, we zijn continu aan het waar aan het zien, want we hebben natuurlijk een logboeken vol met hoe we scootjes hielen willen. En vooral op een dag dat het dan wat minder waar wie, en als het waar heel erg wisselig wie, die continu aan het veroordelen. Die fuck erop, die fuck erop, en trutzeil erop. Nou, dan kregen we catering, dan eten we met de hele ploeg om tolen voeren. Nou, dat juist om jou wie naar Piet Paulus met mij het waar. Ja, en dan is het even de 10 tot 12 uren vol zien te krijgen. Ja, ja. Ja, dat tellen. Is wel oud tellen, ja. Maar ik koest er wel een hap in krijgen. Dat lukt mij wel redelijk, ja. Dat ben ik geen orenverhaal, maar ja. Maar dat eten, dat ging wel trof. Dat ging wel trof, ja. Nou, heeft Alvie je skipper west. Uiteindelijk kwam er een conflict. Daar komen we dadelijk zo uit te praten. En dat heeft alles te krijgen met originaliteit. En die originaliteitscommissie, die waart in Jontje zo'n 80 oprichten. Mijn naam is Gerhard Pietersma. Ik ben skipper op het Scootje van Jan de Waard. Ik ben Sietse Brunsma en ik ga dus van begin 90 tot eind 90 ga ik in de originaliteitscommissie zitten. De originaliteitscommissie is een commissie die dus eigenlijk de taak had dat het Scootje Sil en alles wat hij mij te krijgen had. En vooral het uiterlijke, dat een beetje in stand bleef, zat het vroeger weer. Ja, het scoort heel erg natuurlijk, want wij willen als skippers alles uit de kanen halen. Zoveel mogelijk snelheid uit het skip halen. En dat was remtro als in de tijdscommissie, dat je denkt van ja. En achterover weet je zelf ook wel dat je soms wel eens een beetje te ver ging. Ja, en dan wil je wel eens omvloot. Maar als wij nou even zeggen naar die scootjes en we gaan een mooie sprong weer om in de tijd en we zeggen hoe ze er nou uitzeggen, heeft die originaliteitscommissie heeft die zijn werk dan wel goed in? Nou, zo'n zeg ik hem dat de originaliteitscommissie dat net het goed in had. Want ja, de meesten waren heger, de meesten waren in achtergang, de roepen binnen voorgang, het zeil had een heel oor silhouet gekregen. En dat is jammer, ja. Maar het is om een vechtjes in de bierkaai. Ja, als part vind ik natuurlijk, zaten wij er nou mee omgaan, is dat natuurlijk super. Hoe voorstel je dat het een discussie is, maar indien hard, denk van ja, het hier nooit zo veel komen moet. In 1985 is er dus de eerste originaliteitscommissie in het leven op, omdat er dus toen al, waarschijnlijk, dat is wel vrij zeker, dat er dus heel die verhoringen kwamen. Dat de mensen dus van alles betochten om sneller te gaan. Lodewijk Meter had vroeger al zijn kaproer voor in het schip hangen. Dat dacht dat was beter weer. Dat is de vraag altijd steeds, maar hij probeerde het wel. Had dat toen dan geen hout daarop, maar in ze nu al geen kaproer gaan misschien. Ik neem maar wat, dat past helemaal net bij scootjes in. Ja, natuurlijk, elke beweging is te stappen, maar wordt weer omdraaien. En dan heb je toch de meerderheid nodig van een stemgerechtigend binnen de SKS. Ja, dat wordt heel moeilijk, want de belangen zijn natuurlijk heel groot. Ja, nou ja, we varen altijd nog mij de schepen, zat ze er vroeger in. Het zijn dus geen nieuwe schepen, het zijn alle oude schepen. Maar die zijn wel zuiverhaast volledig renoveerd, dat er elk moment maar weinig aard meer aan is. Maar het beeld, ja, is er toch wel. Blijkbaar heeft er altijd discussie geweest over hoe authentiek en origineel een scootje was. Mat Sippy Isan 80, wat is de commissie oprichten? Hoe wie het ervoor dan eens? Hoe ging dat? Ja, volgens mij doen we er dus net een commissie en water gewoon van alles die in om een skip, maar nou een skip sneller te maken. Ja. Want het is weer natuurlijk een wedstrijd. Dus ja. Daar kan ik me alles bij voorstellen dat je dan ik alles nog om hem sneller te maken en dat je hutte vlucht. Maar ja, er is in de vooral midden zondige jaren is een heel soort verhoor aan die scootjes. Ja. En ben dus die mest niet al even zet. Ja. Dus had je in de 40 dat is het vernieling? Of, ja, ik vind het schande. Ja, ik vind het eigenlijk schande. Want je kan heel tijd verder.
Dus als er net een rem op komt, dan wordt het helemaal. Heeft het niks meer eigenlijk mooi een origineel scootje te maken zien. Nee. En dan moet iedereen gewoon. Ja, het is cultureel erfgoed, hè? Dat moeten we dus altijd wel beseffen. Dus ik net om mooie monumenten. Die ging ik net helemaal verordening. Nee, dan zijn de regels ik streng. Ja, dan zet je net nooit dak op of zo. En dat. Ja, mooi die skippen hebben dat heel lang wol die in. Is er echt van alles verloren. We gaan even waarom net wat doet het zontje, Dirk-Jan? Originaliteit. Conflict. Ja. Dirk-Jan Rijn, Guy en de SKS. En de wedstrijd. Zullen we even zien? Even hoe dat hier? Even een terugblik. Ja, terugblikje. Er weer nog een kierke iepen. Als ze Joert het beslag verorie zoen, dan mochten ze nog mijn zielen. Haar ze net in. Ze lieten er dus echt op aankomen. En de commissie had al zijn, de SKS, regels bij regels. En als je je daar net aan horen, dan word je dus krost uit het SKS-kampioenschip. Ja, en dat Guillaume, Jim Scootje, omdat het beslag is even heel kwaad uit, Dirk-Jan, wat is het? Nou ja, je moet er voorop passen dat je net meteen helemaal in detail ging vanzelf. Nee. Maar bij ons ging het op, zeg maar, het eerste aangriepingspunt bovenin de mast waar het grut zelf hezen wordt. Ja. En dat voldoen je net aan de eerste? Dat voldoen volgens de Oriëntatiecommissie net aan de eerste. Nee, ja, ja, klopt. En dan zeiden ze, het is veiliger. Ja, het is sowieso veiliger. Er is een handboek waar er alle scootjes aan voldaan moeten. En dat wordt door de Oriëntatiecommissie erop tasjongen. En wij menen een oplossing voor te hebben die wol mij of mocht. Want het stiet net zo omschreven in het handboek dat het net mij. Maar het mocht net. Nee, het stond ik net in dat het wol en de hoogst voert bestik. Ja. Ja. En als er nou op waarom zus een peri letter, is het nou versa dien? Ja, dat is altijd een hele moeilijke vraag. Nee, dat wil ik een antwoord op. Maar de feiten van toen, als we precies voor dezelfde feiten staan, dan heb ik precies zo weer in. Ja. Het is natuurlijk jammer dat geen van de betrokken partijen toen een moker hier om er, hè, om een slag op die aan van we komen eruit. Ja. Dat is natuurlijk heel erg spietig. En hoe dat? Dat je hem dat pratende toch net uitkomen bij de koe. Ja, maar het is een heel lang traject al vooraan ging voor dit probleem. Het had maar het nieuwe silhouette meidje en met de regels die verhoren. Op een gegeven moment mochten wij oude grutzeil nog gebruiken. Nou, het begint wat een zandje of eind zegtje is zijn, nee, oude grutzeil mag ik niet meer gebruikt worden. In die dat wij kampioen werden binnen, zielden wij een grutzeil uit 2000 zon. Ja. En dat stond prima op het scootje. Mocht niet meer gebruikt worden. Dus wij moesten met dat nieuwe silhouet aan de slag. Ja, en daaruit bleek van, dat is de grut voor u, dat kennen wij net zo varen als onze concurrenten dat wel kennen. Ja. Ja, ik heb altijd insteek gehad van, als scootje A op een bepaalde manier het scootje trimmen mij, dan moet scootje B dat ik weg. Het was een heel principiële kwestie. Dus op een gegeven moment, ja, je wordt door mij voor het spultje om te winnen. Ja. 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 Sippie, hoe... Ja, dat heb ik eigenlijk nooit goed begrepen. Want ik bedoel, door wie is een hartstikke goede skipper, door hier is een heel goed team. En dan heeft een conflict met de SKS. En uiteindelijk mag je dat gewoon bepraten in vergaderingen. He, dan mag je eruit komen. Maar dat mag je net uitvuchtje tijdens een wedstrijd. Dat mag je nooit dan natuurlijk. Want daarmee, ja, bis gewoon scrost. En dan houdt het ik al hier op. En door hier is natuurlijk nog 20 hier fantastisch zielig in. En dat hier iedereen geweldig voelt. Want het wie de reden dat ze ophoudest? Nou, dat, op een gegeven moment spelen dat voor mij. Ik heb altijd zo, als ik geen loon meer heb in het spultje, dan haal ik mee op. Ja, en maar dit wie de directe onleiding om te zeggen, ik haal mij op. Een van de druppeltjes die je mij speelt, is zeg maar de motivatie helemaal voort. Ik zeg, nou, op jou heb je sowieso een skipper nodig die puur gemotiveerd is. Maar hoe zit dan naar originaliteit? Nou ja, zo, ja, dat kan je van twee kanten misschien. Zo originaliteit, je hebt erbij om de scootjes zat te houden, zat ze binnen. In principe ging ze denk ik, ja, daar beginnen moeten. Misschien alleen hier een zondag met het boek, om het vers te lezen. Ja, dat is net gebeurd. Ja, de regeltjes moeten er wijzen, maar die moeten ik zo dusdanig wijzen dat er wel wat rond te zitten om. Ja, dat moet wat rekkelijk wijzen, zeg maar. Ja, ja. Ja. Ja, maar ik vind ik, als je dat vindt, dan bepraat je dat tijdens een vergadering. Ja. En dan heet er ook met de SKS en dan kun je er al hier over stemmen. Maar het is echt schande dat SOX in een wedstrijd gebeurt. En dat vind ik heel spietig, want dan, ja, dat is natuurlijk ik vast een hele wedstrijdreeks net meer aardig. Het wie wel een domper. Het wie echt, maar vooral de grootste domper, voor Dirk Jan. Ja, we hebben wel in gesprek geweest met de SKS, om op een gegeven moment voor het zijn, ja, het is hier een probleem, je moet het zelf maar oplossen. Ja. Ja. Toen hebben zij van, hoe kunnen we een oplossing vinden binnen het handboek? Nou ja, wij hebben een voeng en de Oriëntatiecommissie die zei van, dit kan net. En het is jammer dat er binnen de SKS niks regel is van een geschillencommissie. Nee.
Want als jou was... kon je hem net heen, het nee. Wie gewoon dit of dat. Ja, die Sankt-Geschillencommissie is er net. Dus het is maar het scootje in de organisatiecommissie. Ja. En de commissie adviseert het SGS-bestuur. Ja. En dus dan als laatste nog even, want Dobbies van de media, daar is ik een heel soort in verhoren, maar het scootje ziel. Hoe wie dat voor jou om dan, ja, je mag de media te wutsteen? Ja, nou, dat doe je. Wie je moeite? Natuurlijk ben dat vervelende dingen. Maar goed, je moet de media te wutsteen als je eerste worden. Dus dan moet je dik van als het als dit gebeurt. Ja. Dadelijks meer over media en scootjesiel en wat de invloed erop is. Maar goed, we hebben geen scootjekampioenschip dit hier. Maar wel een valkenkampioenschip. Jongen, 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 het gaat erom waai op een pikmar. Wat mag de man van dit? Hartstikke leuk. En langer geweest. Een jaarlijks terugkerend ritueel. Dit proosten we op. Ik ben een paar dagen geleden op kamp geweest en heb ik maar 12 uur geslapen. En wie is een bewurg? Ja. Ik ga op bed. Topper. Hoe wie dit? Het was leuk. Het was de eerste keer te gaan, maar het is mooi wat. Het ging hartstikke leuk. Ja. Smaakt het naar meer? Mooi, ja. Dat kennen we vaak veel. Ja, toch? Wist wat tevreden over de schipper? Ligt ik nu maar even net doen. Ik denk dat het beste is. Ja, het doet nog wel om dit soort te zien, Dirk-Jan. Of ben je helemaal nooit meer op het wetter? Nee, ik ben wel op het wetter, maar je eigen motorbootje. Maar er zit net een zeiltje op. Nee, oké. Okay. Nee. Oh, ik kan me net voorstellen dat je dat net missen. Ja, zo het wetter, dat loopt nog steeds. We zijn een hoop op het wetter te vinden. Ja. Alleen dat zeil zit even op een lage pitje. Ja, ja. Zip je even hoe de rol ik, van... Ik heb nog een vraag aan hem. Ja, stel, kisto ooit wel weer vrij... Wolsto ooit wel vregen willen weer als skipper? Ja, het leventje wat we nu leiden, dat is ook heel prettig. We maken reizen naar het buitenland en zo. Ja, hij kon dan vier weken naar Zeeland en zo. Ja, dus, maar we komen er dadelijk nog even weer op rond. Dan zullen we hem even de knieper op de noord zetten. Eerst even de media. Want dat scootjesiel, dat is eigenlijk toch Dij en Klaas bij het grote publiek wel heel populair worden. Hier niet omdat hij in het begin toch... Ja, dat is helemaal gauw terug, want er komt een heel soort reactie op. Hè? Dat verwacht je. En toen hier we nog net sociale media, zaten we die nou hebben. Maar Roos, dan wierde ik helemaal, denk ik, raar gongen. Ja, nee, ja, wij winnen wel. Ja, vooral Klaas. Klaas wie natuurlijk super populair. Dat wie fantastisch. Maar dat en dat wie natuurlijk radio. Hè? Dan was het net vierten. Mensen hongen onder de radio. En nou is televisie. Ik vind het nou fantastisch om de streaming te zien en de wedstrijd live te zien. Maar toen moesten ze het al via de radio te zien. Ja. Wist dat maar ook heel spannend. Eigenlijk? Maar de radio ik? Jazeker, ja. Ja, ja. Ja. Spannend. Ja. Toen je eigenlijk alleen aan de radio maar inderdaad. Ja, die volle spander. En ik weet nog wel in 1990 Tjitte Brouwer. Tjitte Sietse Zoon Brouwer. He, die waren toen kampioen. Maar dat was heel spannend in de laatste wedstrijd op Snits. Want toen hij kon kampioen worden. En dan moest hij gewoon starten. Maar dat deed hij net hier een valse start. Dus toen moest hij achterom beginnen. En toen hebben we de hele tijd... En ik weer dus bij hem op boord. Oh ja, ja. En wij... Pakte een heel tijd een paar plakjes en uiteindelijk waren die zesde en weer die dus een kampioen. Maar ik heb letterlijk dat ze dus op het dracht, op het Jereveen, alle mensen in winkels stien te luisteren naar die radio van dat verslag. Ja, dat snap van die, ik helemaal. Ja, van die beelden die je En dat weet ik natuurlijk in de tijd, dat je dan nog mooi aan boord mochten tijdens een kampioenschap. Dat weet je echt, dat kind nou niet meer. En de komst van televisie, het een beetje die romantieke misschien wel wat al hellen of... Ja, het maakt het ik natuurlijk weer mooier en breder. Ja, ik vind het wel heel direct en heel mooi. Ja, zeker, absoluut. Zeker. Maar de romantiek van inderdaad, maar de radio on het eer. Nou ja, en Klaas die mooie verhalen natuurlijk daaromheen. Dat cool, dat kun je haast net wel mooi televisie. Nee, op die manier. Magisch duo voor zelf al. Ja, magisch, zeker. Weet ik net, maar wel een duo. Ja, nou, magistraal, zit met Sazezen. Nou ja, dat verhoorde ik hield niet meer naar social media enzovoort. Drones bijvoorbeeld, maar je helemaal nog net. Nee. Wat vind je ervan? Want de kist
toch prachtige beelden van mij. Dat vind ik heel spietig. Maar dat komt wel. Dat komt uit het eventueel nodig. En natuurlijk komt dat wel. Ja. Dat wordt al oeral die in Werm zullen we dat net wel mijn scootsiesielwedstrijd. Ja. Natuurlijk. Ja. Ja. En ik heb al om meer mensen gevraagd, maar hoe zit de SKS er hoe 24 jaar uit, denk je hem? Is het dan nog exact hetzelfde? Of hebben we dan, nou ja, de originaliteit hebben we dan op letten. Maar wat kunnen nog voor Ori? Nee, ik denk dat je sowieso, als je nou ziet hoe bijvoorbeeld alles qua internet als zo'n stroomversnelling geweest is, daar aan hier. Ja, ik weet niet waar het eindigt en wat er hoe 24 hier gebeurt. Misschien Kim, ben er nog wel mooiere manieren om het allemaal in beeld te brengen. Ja, ja. Het scootersiel bloed, doe scootersiel en de basis. En ja, de manier om het in beeld te brengen, dat, ja, ik kan me net voorstellen dat het zo bloed dat het nou is. Ja, en dan komen we weer om op die vraag. Komt er ooit weer een Rijnga onder het Helmhout? Ja. Ze is nooit nooit. Ze is nooit als ze me vreken, zal ik een serie even uitdenken. Hoe oud bist u, Dirk-Jan? 43. Dat is jong, zei ik dan. Zeker, er zijn skippers die debuteren op die leeftijd. Ja, en als het oude beeld is, dan zijn er skippers van 60, 64 hier aan het helm houden. Dus ja, wat dat betreft. Ek. Ja. Maar kriebelt het nooit? Soms kriebelt het wel even, ja. Ja. Maar goed. Wat ik krijg, ik zeg. En had ze die nou belly? Dat zeg ik dan. Dat zal ik een serie even uitdenken. Ja. En als het dan past in het leventje wat we dan leiden, ja, dan. Ja, wie weet. Hmm. Nou, toch misschien wel een Rijnga aan boord, Sippy. Ja, want dat is spietig, hè, dat we die er net mee tussen hebben in de vloot. Ja, die namen die jet er gewoon in. En ja, ja, je bent kampioenen, dus dat mat ik. Ja, dan mag je eigenlijk nog even trots zetten, vind ik. Ja. De tiet zal het leren. De tiet zal het leren. Nou, dat is eigenlijk een heel mooi einde van mooi, dit programma. Mooie namen van ja, Skip, hè? Want die leefde zit er nog altijd. Oh, absoluut. Joh. We zijn ermee opgegroeid. En dat zal er ook nooit uitgaan. Nee, dat bloed worden. Dat is blijvend. Ja, de leefde zit er nog altijd in bedij? Ja, bij mij zeker. Komt ze ja, er nog altijd te zien? Ik kom net altijd te zien, wat ik zei. Ik volg de wedstrijd altijd in beeld, maar ik ging ze nou en dan er wel heen. Maar ik ben nog vastzitter van de Stichting van de Night Team. En dan zitten we altijd volop in de scootjes. Dus ik liet ze net los. We lieten ze net los, de scootjes. Tig dank voor je komst hierheen en mooie verhalen. Morgen dan ben we er weer met het scootjesjournaal vanuit het museum in Jennewaard. Maar leefde voor scootjesielen, dat vertaalt hem aan het eind van de zuidsturing altijd in een orde. En die komt juist van Boukje Salvada. Wettermeeske. Vrij meeske. Vrij volk. Verzet jinnen. Volk van Wetter. Volk van Loon, begrip je die tenzen. De stream vindt zijn wei, de zieler het paard. Nee, meer meiske, mijn ziel en ziel. Zet zeeën naar die hoorn. Warm je die bij het lucht op een kaap. Die strijd en ontij in het skelle skaat van skiemer en wieljacht. Te wijzen in, tussen blauw en green. Kom mij in de midden, kom maar op midden. De line en het zon, het wetter in de hoorn. Tussen green en blauw. Geen de wei. De strijd te mitten. Wie wil, wieljacht en ontij. Nee, wetter bij de wien. Tussen wien en wetter. Wien in het ziel. Wien in de ziel. Mensen van juster. Mensen van juwet. Geen hinnen, maar het wetter in het bloed.